Goedemiddag. Dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Een koufront dendert verder richting Oost en Zuidoost-Europa. Aan de voorzijde hele warme lucht, op het koufront zelf zware buien met onweer, windstoten en hagel. En wij zitten in ons land in de koude lucht. Typisch in de koude lucht zijn allemaal buitjes die vanaf de Noordzee ontstaan en met de noordwestelijke stroming over ons land uitstromen. Die buien kunnen lokaal gepaard gaan met onweer en soms komt ook hagel voor. Zoals je al ziet op de satellietfoto, tussen de buien door ook ruimte voor de zon. De komende dagen gaan we te maken krijgen met een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied gaat natuurlijk ons weer sterk beïnvloeden. Het wordt geleidelijk droog, weinig wind. Maar de nachten kunnen wel koud worden. Ook gaan overdag de temperaturen oplopen, met misschien donderdag op veel plaatsen wel ruim 20 graden. Vanavond en vannacht gaan door het toedoen van het hoge drukgebied de buien boven ons land langzaam verdwijnen. In het noordelijk kustgebied met name kunnen nog wel een aantal buien voorkomen, maar over het algemeen zal het uiteindelijk breed gaan opklaren. De wind neemt een kracht af, zal boven land meestal matig zijn, en is aan zee in het begin vanavond nog vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht zijn er dan brede opklaringen. De temperatuur daalt op grote schaal naar 2 of 3 graden in het binnenland. Lokaal kan het kouder worden en heel misschien dat het lokaal zelfs gaat vriezen op neushoogte. Op uitgebreide schaal in elk geval vorst aan de grond en ook gaat er mist ontstaan. En dat kan betekenen dat op sommige plaatsen misschien voor het eerst na de zomer de autoruiten gekapt moeten worden. In het noordelijk kustgebied en aan zee zijn wolkenvelden aanwezig. Lokaal valt een enkele bui en op die plaatsen is het met een graad of 7 een stuk minder koud. Morgen dan is het wisselend bewolkt. Naast uh, koude start gaan er stapelwolken ontstaan. Vooral in het noordelijk kustgebied is een enkele bui mogelijk. En de temperatuur wel aan de lage kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 14 of 15 graden. Enige profijt van het hoge drukgebied is dat we morgen weinig wind hebben. Boven land meestal zwak, windkracht 2. En aan zee is die matig windkracht 3. De komende dagen wordt het dan warmer, de zon gaat vaker schijnen met op donderdag zelfs waarschijnlijk een stralende dag. De temperaturen dan 19 tot 21 graden en dat alles bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag dan passeert er vrij geruisloos een koufront. De bewolking overdag neemt toe en de temperatuur komt niet heel veel hoger meer uit dan een graad of 15. Ook in de dagen na vrijdag dan blijft het kwik rond een graad of 15 schommelen. Er blijft nog wel een verschil tussen dag en nacht, dus we gaan wel opklaringen zien. Overdag schijnt de zon, maar vanaf zondag neemt wel de buienkans een stuk toe. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl